Op een zonnebank liggen geen 100 man op een bed. Inwoners van Nederland, gevaccineerd en ongevaccineerd. Ik sluit niemand uit. Corona is een zeer onwelkome gast die begin 2020 onze voordeur inbeukte. Hij joeg oma naar de zolder en sloot kinderen op in hun kamers. Zodra we iets zeggen, schreeuwt hij er dwars doorheen. Zodra we iets willen, verbiedt hij het grijnzend. In de verpleeghuizen sloeg corona keihard toe en veel zwakken stierven. En dat zonder de troostende nabijheid van hun naasten. Zwakken die een partner hadden of sterk genoeg waren om zelfstandig te blijven wonen, kozen vaak voor isolement. Maar wat is er nog over van hun leven? De contacten zijn tot een minimum beperkt en de angst regeert. Als je Hugo de Jonge en Mark Rutte moet geloven, zijn zij de ridders die voorop gaan in de strijd om Nederland te beschermen tegen corona. Maar is dat wat zij doen? De Nederlandse IC-zorg is efficiënt ingericht. Managerstaal voor zo goedkoop mogelijk. Er mocht vooral geen overcapaciteit zijn. Zodoende was het elke winter al crisis in de ziekenhuizen als de griep langskwam. En toen kwam corona. We gingen oogsten wat gezaaid is. Tienduizenden zorgmedewerkers hebben de strijd opgegeven. Ze trokken het niet meer. Dat is de reden waarom we nu nog minder IC-capaciteit hebben dan aan het begin van de coronacrisis. Voorzitter, bovenstaande tekst komt uit een raakartikel van schrijfster Maaike van Charante. Een tekst die uitstekend weergeeft hoe corona onze levens binnenwandelde en als een tiran in de huizen tekeer ging. Corona maakt niet alleen mensen fysiek ziek, maar het kost ook mensen hun vrijheid, hun baan, hun vrienden, hun familie, hun bedrijf. Het kost mensen en vooral ook veel jongeren hun geestelijke gezondheid. Het op de kop zetten van de samenleving, de tweedeling, slaat diepe wonden in onze maatschappij. De demissionair minister en demissionair minister-president kunnen me nog meer vertellen, maar feit is gewoon dat de basismaatregelen en ventileren niet of niet voldoende zijn gecommuniceerd. Houd afstand, was je handen, blijf thuis bij klachten en laat je testen, ook als je gevaccineerd bent. Ventileer, werk zoveel mogelijk thuis. Nee, in plaats daarvan werd de laatste maanden de coronapas verkocht als een ordinaire vrijheidspas. Het groene vinkje werd aan de man gebracht met de vee van vrijheid en niet met de vee van verantwoordelijkheid. Een kapitale fout. Want in alle cijfers, ook van het OMT, zien we dat de besmettingscijfers en de ziekenhuiscijfers sinds dat moment, 25 september, zijn geëxplodeerd. Vooral onder 60-plussers met onderliggend lijden en bijna de helft is gevaccineerd. Maar toegeven, ho maar. Wegwuiven, weglachen, wegmoffelen. Triple W, zullen we maar zeggen. Wat BBB betreft moeten daarom zowel de demissionair minister en de demissionair minister-president van de zaak worden afgehaald. Wanneer ze bij de politie een zaak niet opgelost krijgen, dan zetten ze er een cold case team op. Het team wordt helemaal opnieuw samengesteld met nieuwe mensen en die gaan er met een frisse blik naar kijken. Ik wil dat er voor het hele coronabeleid ook een cold case team komt. We zijn al 2 jaar bezig met dezelfde personen en de zaak wordt niet opgelost. Wellicht overheerst een tunnelvisie. De druk op de zorg neemt alleen maar toe. Er is een tweedeling in de samenleving gekomen die deze eeuw zijn weerga niet kent. Een tweedeling die door de demissionair minister en een aantal partijen in deze Kamer is aangejaagd en gefaciliteerd. Ik zal in de tweede termijn een motie indienen voor dit cold case team. En dan de maatregelen. Ik sta paf over de keuzes die gemaakt worden. Waarom een kapper, een zonnebank, een schoonheidsspecialist of een pedicure om 6 uur sluiten? Verspreidt corona zich voor 6 uur niet en na 6 uur wel? Contactberoepen werken 1 op 1. Pedicures doen niet de voeten van 30 man tegelijk die bij elkaar op schoot zitten of zo. Op een zonnebank liggen geen 100 man op een bed. Contactberoepen hebben veel geïnvesteerd in hygiënemaatregelen. Spatschermen, desinfectie, werken op voldoende afstand, handschoentjes, spreiding van klanten, noem maar op. Wat heeft het voor zin om deze bedrijven om 6 uur te sluiten en hoeveel besmettingen gaat dit schelen? Waarom geen maatregelen die gebaseerd zijn op feitelijke besmettingsrisico's, zodat ondernemers die op een veilige plek, veilige manier hun werk kunnen doen, niet onnodig getroffen worden? Graag antwoord op deze vragen.
Voorzitter, tot slot. In crisistijden hebben we leiders nodig. Leiders die ons door de crisis leiden, met EI. En niet ons door de crisis laten leiden, met een lange ei. Ik wil graag afsluiten met een oproep aan de inwoners van Nederland. Laat je niet tegen elkaar uitspelen. Wees lief voor elkaar. Zorg voor elkaar. Laat niet je familie, je club, je vriendengroep uit elkaar vallen. Omdat in deze Kamer mensen zeggen dat iedereen gelijk is, alleen de een ietsje meer gelijk dan de ander. Steun elkaar, wees er voor elkaar, help elkaar. Dank u wel. Dank u wel. Rondje zit minister-president Mark Rutte achter zijn bureau. Zijn gezicht staat ernstig. Ondanks al het gejubel in Den Haag is het niet zo vreemd dat het borrelt en broeit in het land. Voorzitter, ik kan mezelf moeilijk bedwingen. Ik ben witheet. Wat voor werk ben ik aan het doen, voorzitter? Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. Meneer Wilders. Wij zijn geen collega's. We zijn geen vrienden van elkaar. Wij zijn ambtsgenoten.